Wacht aan meester, acht leer kijkers. Aan mij is gevraagd om op deze bijzondere bijeenkomst min of meer extra pedera ook het een en ander te zeggen en vervolgens over te gaan tot uitwerking van de Martens van zeven hoofdpennen. Dat doe ik heel graag, omdat ik door de stichting erkende verdiensten van de werkwijzers van harte kan onderschrijven. Als burgemeester van deze gemeente, het is een mooie gemeente, maar ook als persoonlijke belangstelling voor historie en monumenten, kan ik niet anders dan mijn grote vreugde uitspreken dat deze bijzondere penning dit jaar in Bergedal mag worden uitgebreid. En dat daarnaast dat deze penning zo waardig ontvangen krijgt. Want anders dan dat kan ik de rijkers niet omschrijven. Graag spreek ik een grote waardering uit de rijkers voor uw verdiensten voor ons cultureel erfgoed. Voor de monumenten in de gemeente Bergendal en voorheen in de voormalige gemeente Urberg. Maar niet alleen in onze gemeente. De betrokkenheid van ons erfgoed kent geen grenzen, letterlijk en figuurlijk niet. Ze heeft zich onder andere ook ingezet voor het cultureel erfgoed in Nijmegen, de oudste stad van ons land. En mede dankzij u zijn er verschillende belangrijke bouwwerken uit de Nijmeegse geschiedenis bewaard gebleven. Dat is, ik zei het al, niet anders voor ons gemeente. In dit geval, in dit verband, misschien allemaal ook wel in de Gelderlander kunnen zien, een mooie foto, moet ik natuurlijk ook wel Waalhoever noemen. Dat stellig dat uw belangrijkste wapenfeiten mag worden gerekend. Want wie voorbij dit schitterende gebouw rijdt, en ik doe dat regelmatig, moet daar wel even een bewonderende blik op werpen. Ondenkbaar is het dat er concrete en vergevorderde plannen hebben bestaan om dat schitterende gebouw tegen de vlakte te gooien en het door karakterloze appartementen te vervangen, ook nog eens verzonken in de stuwval. Dankzij uw inspanningen geeft er zowel in de gemeenteraad van Urbergen als ook door het slim inzetten van het grote netwerk, dat bleek te rijken tot op het bureau van de minister, dat deze parel in onze kroon bewaard kan worden. Waardering dus voor al wat u gedaan hebt en nog doet voor cultureel erfgoed. Maar een deel van die waardering is u ook al een deel gevallen. De meeste mensen krijgen nooit, of in elk geval dan pas lang na hun overlijden,